Ja, we staan hier momenteel op het GH-gasproject Ombouw Eneco Utrecht. Waarbij wij de energiecentrales van Eneco gaan omzetten van Groningen gaskwaliteit naar H-gas, hoogchlorisch gaskwaliteit. Het traject is totaal 23 kilometer lang, waarbij een deel in de omgeving staat zoals je hier ziet en een deel in de stadomgeving nabij de centrale in Utrecht zelf. De uitdagingen zijn met name de omgeving. Dus de landen, het landelijk gebied, wat we moeten doorkruisen, waarbij we zo min mogelijk impact naar de omwonenden willen hebben. Het nieuw aan te leggen traject dat start in Horenaar en gaat langs parallel aan de A27 langs Meerkerk. Bij Lexmond gaan we de lek onderdoor middels een lange HDD van 1,6 kilometer. En dan vervolgen we ons traject naar het plaatsje Benschop via Momvoort naar onze eindbestemming Reijerskop, waar we een reduceerstation hebben. Vanaf dat moment gaan wij middels een reeds bestaande aardgasleiding die daar al langs Utrecht ligt naar de Wetering, Proost Wetering, waar we de leiding weer vanuit het bestaande traject oppakken en een nieuw stuk leiding leggen tot aan de energiecentrale langs winkelcentrum De Wol, langs de A2. Het leidingtracé doorkruist een groot deel wat aangewezen is als leefgebied van onder andere de rugstreeppad. De rugstreeppad is inmiddels de wet natuurbescherming een beschermde diersoort. Deze paddenschermen, zoals wij ze noemen, zijn bedoeld om amfibieën en reptielen uit het werkterrein te houden. Nadat we de leiding hebben aangelegd, begint eigenlijk de belangrijkste taak voor grondzaken. Dat is het terugbrengen van het perceel in originele staat. In eerste instantie het grof opruimen van het perceel, het opheffen van de grondtekorten en daarna de fijne clean-up. En dat is zorgen dat het perceel weer op de juiste manier aansluit op de overige percelen van de grondeigenaren.